Hallo lieve Steenbok, welkom bij jullie maandreading voor de maand april 2024. Nu is er ook al eerder een video online gekomen voor sterrenbeelden vanuit maart en april. Ik zal deze video beneden in de berichtenbox linken, mocht je deze nog niet hebben gezien. Wellicht dat er een extra boodschap voor jou in deze video zit. Of dat het nou in je maanteken is, zonteken, Venus, ascendant, misschien noordelijke maanknoop. Of een van je andere tekens in jouw geboortehoroscoop. Naar welke jij ook toegetrokken wordt, er zal dan altijd nog wel ergens een boodschap in verscholen zitten. Verder ben je als crosswatcher aan het kijken, wees welkom. Kijk wel even welke tijdlijn van jou is en van de ander. Ga elementen niet passend maken, maar laat het zo zijn voor hoe het bij jou nu aansluit. Laat de rest lekker los. Er is heel veel in het energetisch veld aan de hand. Nu hebben we natuurlijk dat zojuist een paar dagen terug de volle maanenergie is geweest met maanverduistering. Dit is een intensiteit, er is een portaal geopend wat ervoor zorgt dat er op transformatie heel veel in werking is gezet. Nu krijgen we ook nog in begin april de nieuwe maan met zonsverduistering. 1 april gaat Mercurius retrograde lopen, wat gerelateerd staat aan denken en communicatie. Dus er gaat nog wel het een en ander komen qua zwaartekracht wellicht voor sommigen. Maar we hebben daarbovenop natuurlijk ook nog gewoon de Engelenpoordagen en andere energiestromen die ook nog als zwaarte daarbovenop gelegd worden. Dus er is ontzettend veel aan de hand. Jullie zijn als laatste vandaag die ik op ga nemen. De rest heb ik inmiddels allemaal al opgenomen. Ik kan je vertellen dat er veel op zelfontwikkelingsvlak naar voren is gekomen. Voor een paar tekens een behoorlijke intensiteit wat er in april nog komen gaat. Wat gekoppeld zit aan dat eclipseizoen, aan dat poort wat geopend is. Maar ook wel heel veel mooie readingen met mooie uitkomsten. We gaan gewoon lekker beginnen, Steenbok. En dan gaan we kijken wat er voor jullie naar voren komt voor april. De kaart waarom komt er gelijk uit? Die vliegt er echt al gelijk uit. Dus er zijn nog wat vraagtekens bij jou die binnenkort beantwoord gaat worden. En dat heeft te maken met jouw stabiliteit. Een bepaalde structuur en kalmte die jij wil ervaren waar je even geen zicht op hebt. Nu kan het ook zijn dat dit in beeld gaat komen door middel van kennis op te doen, door middel van studie of misschien dingen te lezen, naar mensen te luisteren, podcast of wat dan ook. Misschien heb je tijdschriften waar je doorheen aan het spitten bent. Maar alles zorgt ervoor dat je meer kennis opdoet. Maar weet ook dat als je je eigen omdraait, de kennis ook al zo te ontvangen is. En dat je niet pertinent altijd alle informatie op hoeft te zuigen. Maar je hebt al heel veel informatie in jezelf zitten. Het is alleen dat jij dan ook de handreiking, eigenlijk het deurtje open mag zetten van jouw intuïtieve elementen, van jouw innerlijke kern en kennis. Want je hebt eigenlijk alle kennis meegenomen naar het tijdleven die jij al in vorige levens hebt toegeëigend. Alleen ben je daar niet meer bewust van. En dit is dus de bedoeling dat je dit in jouw bewustzijn dus ook weer naar de oppervlakte gaat krijgen. Maar we gaan eens even nog wat kaarten erbij nemen. Wat mogen we erbij leggen voor de lieve Steenbok? We hebben de Kraai Spirit, Co-Create with Spirit. Kaart 17 maakt 8. Staat ook wel weer een beetje een stukje voor zelfverzekerdheid. Prettig in omgang. Maar ook dat je ambities hebt. Hè? Dat je een bepaalde spirituele succes en groei door aan het maken bent. En we hebben de Scarab Beetle Spirit. Magic works through you. Hele krachtige energie. Dus wat ik al zeg, de magie werkt eigenlijk al door jou heen. Je hebt de kennis al. Alleen het voelt voor mij dat jij heel veel kennis buiten jouzelf aan het zoeken bent. Terwijl je al heel veel kennis in je hebt zitten. Eens even kijken. Nou. Het gaat niet helemaal lekker met het shuffelen. Ze blijven een beetje aan elkaar plakken. Maar goed. We hebben helderziendheid. Vertrouw op wat je zowel met je innerlijk oog als met je fysieke oog ziet. Want je spirituele inzicht is je behulpzaam bij het helen, het lesgeven en het begeleiden van anderen.
Oh, en dat is misschien dus ook waarom dat boek hier nog bij is. Dat jij dus misschien zelf les gaat geven, en anderen de kennis mee leert te delen wat jij al in jouzelf hebt zitten. Maar we gaan eens even kijken met de tarot. Innerlijk heb jij dus alle kennis eigenlijk al in je zitten. Hè? Dat is ook hier in die bubbel te zien. Voorspoed. Veel stromingen, ook vissen energie. Dus misschien ben jij ook in jouw chart dat je waterelement hebt zitten. Hè? Vissen, kreeft of schorpioen, maar vooral vissen. Oké, wat mogen we weten voor de lieve steenbok als aanvulling op deze orakelkaarten? Want ze komen er eigenlijk met twee talletjes uit. Zie je dat? Oké, leggen we ze even zo neer. Als eerste hebben we het stukje herstel en verwerking. Wat ik al vaker zeg, hè, je pijnstukken omarmen, doorvoelen en ontkoppelen. Dit heb jij al heel ver ontwikkeld. Dit heb jij echt al veel verder doorgepakt als dat jij misschien in eerste instantie het gevoel had. Maar door jouw spirituele wijsheid zet jij sneller de stappen als dat jij denkt te zetten. En dat is het stukje voelen en denken waar jij een balans in mag gaan vinden. En als je dit gaat ondervinden, dan zul je ook merken dat je al veel dichter tot die union in jouzelf zit als wat jij zelf voor ogen hebt. Zet deze een beetje aan de kant. Een beetje schuiven, dan past het er denk ik net allemaal op. Ik hoop trouwens dat mijn kaarsje het blijft doen. Is bijna op. Oké, nou, dat is zo allemaal beeld. Volgens mij wel, hè. Er is dus nog wat onzekerheid wat af en toe naar boven kan komen, maar dat zit in jouzelf. Maar van de andere kant, dat is ook het stukje spons, die energie opzuigen buiten jouzelf. Misschien bevestigingen van buiten jouzelf willen ontvangen, om die innerlijke stabiliteit te weten te behouden. Terwijl hier ligt heel duidelijk dat jij al dicht bij die union in jouzelf zit, lieve steenbok, waardoor jij emotionele stukken in balans hebt gekregen, dus ook uit hebt gezuiverd. Die heling heb je toegepast, waardoor je ook veel meer weer kunt voelen vanuit jouw gevoel. En je hoeft het niet bu ver buiten jezelf te zoeken, want je hebt eigenlijk alle inzichten al tot je. Het is alleen jou hoe je dit dan in deze aardse jasje ook toe te weten passen. Nu heb je dus veel voor de kiezer gehad, maar al die kennis kan je alleen maar gaan verrijken naar het pad waar je verder nu op gaat wandelen. En dat pad, dat zorgt er dus ook voor dat je maar door blijft gaan, maar in de positieve zin voel ik het voor hier, voor dit moment dan, hè? Want soms zien we het ook wel een beetje als de kaart waarbij je misschien opgebrand bent, maar hier voelt het voor mij oké, kijk, ik heb mijn kennis, ik heb al die elementen heb ik tot me genomen. Uit heel veel levens heb jij wat facetten bij je gedragen en dit neem je dus mee, niet als last, maar juist als kracht. Nou, het Rad van Fortuin komt. Oh, dat zijn er te veel. Die doen we even terug. Dat is niet de bedoeling. Eens even kijken. Kijk, askracht. Nou, ik zeg het zo mooi. Askracht. Het Rad van Fortuin draait de juiste kant uit. Je hebt de tools weten aan te prikken. Je staat in verbinding met het hogere goed. Je staat in verbinding met jouw innerlijke stem. En vanuit daar heb je weer een bepaalde passie toegeëigend. En als we dan gaan kijken, hè, dat het zomaar kan zijn dat je jouw passie, jouw kennis verder gaat delen. En dit allemaal, al die hartzeer en al die kennis wat je uit vorige levens op hebt gedaan, is dus nu eigenlijk jouw handboek geworden. Jouw levenslesboek. Die jij dus in dit leven met anderen kunt gaan delen om misschien daarin inzichten te geven. Nieuwe kijk op elementen te geven waarbij jij een stukje balans kunt aanreiken voor anderen, waarbij anderen misschien situaties ook leren te accepteren wat hun hebben ervaren. Omdat jij jouw verhaal gaat delen, zul je ook merken dat dit anderen gaat inspireren om ook naar hun eigen stuk te kijken, naar hun eigen input te krijgen.
Kijken wat hun aandeel in bepaalde situaties is geweest. Geduld heb je heel veel gehad en heb je nog steeds. Maar toch mag jij. Het gaat snel hoor. Ik voel een snelle energie. Maar jij blijft zelf een beetje nog vasthouden aan iets. Mag ik een extra kaart bij de vier van bekers? Er is een stukje wat je nog niet helemaal omarmd hebt. Oké, okay. En dat kan te maken hebben met een partner misschien in het leven. Vooral omdat we de zes van bekers krijgen. Mocht je dus aan het kijken zijn en ben je als single aan het kijken. Of ben jij in een relatie, maar die is ongezond. Dan kan het dus zijn dat je van diep van binnen een bepaald verlangen hebt. Om met een soulmate of een zielsverbinding te connecten. Maar hier ben je een beetje over aan het treuren dat het jouw pad nog niet heeft bereikt. Als dit jouw pad nog niet heeft bereikt, dan kan het dus zomaar zijn dat er iemand niet voor jou bestemd is waar jij wel misschien de focus op hebt gezet. Of omdat er misschien nog ergens iets in het energetisch veld bij jou of bij de ander geblokkeerd zit. Nu voelt het niet zozeer dat dit bij jullie ligt, al kan het wel zijn dat bepaalde angst als blokkering kan gaan werken. Maar dat het meer is. Dat voor sommigen die zijn al zo ver in hun ontwikkeling. Dat ze ook een energetische connectie met iemand voelen. Vanuit ja, misschien een andere dimensie. Of andere tijdlijnen of tijdzones waar je in hebt geleefd. Of wat dan ook. En dat je deze persoon in dit leven nog niet hebt ontmoet of tegengekomen, kan te betekenen hebben dat ik voel namelijk een bepaald gemis. En dat komt omdat je eerder met iemand in union bent geweest, eerder een verbinding bent geweest, maar om welke reden dan ook je in dat stukje leven niet met elkaar kon blijven. En dit doet jou eigenlijk energetisch op dit moment verdriet. Ik ga hier even verder op in, want het is wel een hele specifieke boodschap wat daaraan gekoppeld zit. Ik zet even mijn lamp een beetje anders. Ik hoop dat jullie daardoor iets beter zicht hebben. Als alleen maar de reflectie. Eens even kijken. Er is een abrupt einde gekomen aan een verbinding in een vorig bestaan. En opdat dat dan in het aardse jasje is geweest of in andere dimensies, dat zal voor iedereen anders zijn. En voor sommigen klinkt dit ook als een ver van je bed show. Neem dan gewoon alleen het stukje wat bij jou nu aanspreekt en laat de rest gewoon lekker los. Het is een diepe reading wat ik hier nu aan het leggen ben. Wat vooral ook gerelateerd is aan mensen die ja, toch al diep in een proces zijn gesprongen. We krijgen en de aas van zwaarden en de aas van munten. Oeh. Jullie krijgen in dit leven nieuwe kansen om weer met elkaar te connecten. Om die communicatie in stand te gaan brengen. Voorspoed voel ik ook wel. En jullie hebben beide de ambities om eigenlijk heel ver te verlichten in dit leven. En alle kennis die jullie beide tot je hebben genomen, nemen jullie in de juiste vorm ook mee. Niet als ballast, maar als kennis. Oké, dit is wel een hele speciale verbinding die hier ligt. Oeh, als dit jouw verbinding is, claim hem dan maar lekker. Dus laat dan ook gelijk een berichtje achter. We krijgen het rap van Fortuin. Alle voorspoed en geluk valt de juiste kant op. Oké. Wat ik al zei, innerlijk hebben jullie dat contact al. Innerlijk staan jullie al verbinden. We hebben hier de koning en of de koningin en de koning van staven. Divine counterpartner. Divine union wat er kan gaan komen. Persoon die kan iets jonger zijn dan jij. En dat kan. Die persoon kan. Stel dat jij echt iets uit gaat zetten. Of cursussen gaat aanbieden. Of lesmateriaal. Het kan zijn dat deze persoon een van je studenten is. En dat hoeft niet pertinent dan in een hele grote leeftijdsverschil te zijn. Het kan ook gewoon gelijkgestemd zijn qua leeftijd, maar dat het een jongere energie is.
Het is in ieder geval een persoon die je in dit leven nog niet eerder ontmoet hebt. Oké, ik leg deze even hier neer. Wat mag ik hier nog meer over weten? Oké, we krijgen de 5 van bekers op kop. Dan krijgen we de 9 van zwaarden rechtop. De 3 van zwaarden op kop. De koningin van bekers. En we krijgen weer de koningin van staven. Dit is wel. We krijgen hier dubbele bevestigingen van jouw energiestroom. Wat allemaal in werking is gezet. We hebben hier ook energiestromen. Waar je mee dacht om een divine counterpartner te zijn. En dat bleek dus niet zo te zijn. Maar die zielsverbinding is zeker in het energetisch veld actief. Alleen je mag er nog heel even van ontkoppelen. Want vooral het loskoppelen ervan dat je er niet te veel mee bezig bent. Dan zal het allemaal kunnen gaan groeien. Ieder individueel op je eigen pad door blijven zetten. Zal ervoor zorgen dat iets omgezet kan worden. Het heeft te maken met een stukje loslaten, maar ook herstel van een pijnelement, wat dus ook gekoppeld zit aan een vorig leven. Nu kan het zijn dus dat als jij de gevoeligheid ervoor hebt, dat jij de komende tijd, vooral de komende maand, veel boodschappen dus door gaat krijgen. Of dat het nou door middel van meditatie is, of door middel van je dromen, of bepaalde spreuken wat je in één keer ziet, of liedjes wat je in één keer hoort. Ga dan die songteksten even bekijken. Maar ik zie hier zo mooi dat die verandering plaats heeft gevonden. Dat je verder kunt. Dat jij de tijd voor herstel hebt genomen. Om in je eigen kracht te staan. Om je passie weer te hervinden. En vervolgens ook dus dan te kunnen gaan connecten. Als die zaadjes geoogst kunnen gaan worden. Nu zal dit een snelheid zijn voor iedereen in een ander stukje. Dus iedereen zal dit in een ander tijdsbestek kunnen gaan ervaren of meegaan maken. Nu kan het zijn dat sommigen nog echt in hun eigen proces zitten. Dat je ook echt de focus volledig op jezelf hebt om iets op te gaan starten. Om iets neer te gaan zetten. En op dat moment, als je dus helemaal niet met het factor liefde bezig bent. Het romantische element. Dan kan dit in werking gezet worden. Dan kan dit iemand jouw pad gaan kruisen. Maar voor nu is het zo dat jij de focus op iets hebt. En het kan te maken hebben dat je de focus hebt om een financiële stabiliteit neer te gaan zetten. Of stabiliteit met materie, een woning, dat soort elementen. Jouw eigen basis creëren. Dat je niet afhankelijk bent van anderen, maar je eigen basis. En alles blijft gewoon doorstromen. Ben ook niet bang dat deze verbinding niet gaat komen of dat je deze misloopt of wat dan ook. Want stel dat het zo is dat een van jullie twee in een vertraging komt, dan zal dit altijd wel weer, als dit de divine timing heeft en de divine connection, dan zal deze persoon ten alle tijden toch nog op je pad gaan komen. Dus daar hoef je absoluut niet bang voor te zijn dat dat niet gaat gebeuren. Innerlijk heb jij zo ontzettend veel kennis en die kennis mag jij echt naar buiten gaan brengen. Dat doe jij echt nog veel te weinig en die wijsheid is de guidance niet alleen voor jou, maar je bent een lichtwerker. Jij hebt zoveel kennis die jij de buitenwereld in mag helpen om andere mensen op hun pad mee te helpen. Jouw lichtje zal hun pad weten te bereiken. En dat zorgt er ook voor dat andere mensen hun introspectie in kunnen gaan zetten. Waarbij hun angst los kunnen gaan laten. Dat ze uit hun isolement kunnen gaan komen. En dat is dus wat hier dus nou gaat komen. Jouw energie, eigenlijk levenspatroon gaat anderen helpen. We krijgen de 7 van zwaarden. Oh, en dan krijgen we deze erbij. De aas van munten en de ridder van munten. Oké.
Soms heb jij het gevoel dat het te snel gaat, waardoor jij niet je stabiliteit weet te behouden. En dat je zoiets hebt van, ja, maar deze kans lijkt te mooi om waar te zijn. Het voelt voor mij ook dat mensen misschien met jou samen willen gaan werken. Of dat ze willen investeren in jouw kennis. In de zin van samenwerkingsverbanden of dat soort elementen. En dat jij misschien een beetje achterdochtig bent, terwijl je eigenlijk intuïtief wel voelt, dit is wel het juiste. Dit is gewoon goed, ik voel het prima. Maar als je dan die achterdocht weer krijgt, is het een stukje angst. Maar dat is dus het stukje wat je dus los mag laten. En dat ga je ook wel doen hoor, dat voel ik ook wel. Want als die juiste beker aangenomen wordt, grijp je die mogelijkheden aan. Blijf je er ook niet om treuren. Je hebt de kennis tot je genomen. Je weet hoe je dit nou kunt vormgeven. En al die pijnelementen wat je eerder hebt gehad, zorgen nu dat er verlichting op jouw pad mag gaan komen. En dat stukje verlichting zorgt er dus ook voor dat die twee bekers die daar achter je staan, dus ook naar je toe kunnen gaan komen in de hoogst haalbare vorm. In de vorm van die twee van bekers die daarboven ligt. Dus in eerste instantie zul je union in jouzelf gaan ondervinden. En vanuit daar kan er ook iemand eventueel een beker aan gaan bieden. Waarmee jij dus eventueel dus een samenwerking aangaat. Of dus zelfs dus, dat stukje kennis gaat delen. Dat iemand bij jou in de leer gaat. Of dat je iemand gaat coachen. Of wat dan ook. En dat er dan zoveel overspringt. Het is niet helemaal professioneel. Maar ja, als er echt een vonk overspringt, dan kun je daar niks aan doen. Dan probeer je het misschien te onderdrukken. Maar van de andere kant, je hebt het wel gemanifesteerd. En op welke manier deze persoon dan naar jou toe gaat komen, dat is misschien niet altijd de handigste manier. Maar het is dan wel de manier om te omarmen en ja, aan te grijpen. En dat is eigenlijk dus wat ik wilde zeggen. Samen zijn jullie individueel van elkaar aan het shiften. Samen zijn jullie naar die vernieuwing aan het gaan. Het oude element los te koppelen. Pijnstukken, eigenlijk het transmuteren van karmische stukken uit vorige levens zijn jullie beide aan het doen, maar dan individueel van elkaar. En dat zorgt er dus ook voor, als jij een stukje op hebt gelost, is dit in het energetisch veld bij de andere persoon ook gebeurd. Lost de ander iets op, gebeurt dit bij jou ook. En daardoor zul je ook merken dat je veel sneller aan het gaan bent als dat jij in eerste instantie eigenlijk dacht dat je ging. Want je bent al veel verder als dat je misschien in je hoofd wil erkennen. Van binnen weet je het eigenlijk wel, maar het is nu echt aan jou om bepaalde, ja, toch wel zelftwijfel los te gaan koppelen. Want dat is wel een dwarsligger die jou misschien een stagnatie kan benaderen of een vertraging. Niet zozeer een stagnatie, maar wel wat kan vertragen. Dit kan bij jou zijn, maar dit kan ook met de persoon te maken hebben die dus in jouw energetisch veld nu al voelbaar is. Een verbinding die jullie dus al in meerdere levens samen heeft gebracht, zal in dit leven ook weer samengebracht gaan worden. Dus lieve Steenbok, dit is een hele mooie reading. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Laat vooral een berichtje of een like achter als dit jouw tijdlijn is. Kijk anders echt even bij je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknop. En dan wens ik jullie een hele mooie aprilmaand toe en tot de volgende video. Doei doei!